Als er iets opvalt, dan is het wel dat mijn mailbox vol zit met mega veel spam. Althans, ik zie de Volkskrant, no offense, Daisy Disk en nog heel veel andere websites die mij een mail hebben gestuurd de afgelopen tijd. Wat ik in deze handleiding ga doen, is al die berichten filteren. Ik wil ervoor zorgen dat dit niet standaard in mijn primaire mailbox terechtkomt. Ik heb wat belangrijkere dingen aan mijn hoofd, denk ik soms. Om te beginnen ga ik bijvoorbeeld de berichten van de Volkskrant filteren. Wat ik kan doen is, ik kan op een mail klikken, op de drie puntjes hierboven en dan de optie berichten zoals deze filteren aanvinken. Gmail doet dan zelf een voorstel welke berichten ik wil filteren. Hierachter zie ik een voorbeeld van de berichten die ik dan ga filteren. Ik weet nog wat weinig. Volgens mij verstuurt de Volkskrant me veel meer berichten. Ik kan ook bijvoorbeeld zeggen dat ik alle berichten van de Volkskrant wil filteren. Dan plaats ik bijvoorbeeld een sterretje. Volkskrant.nl en klik dan op zoeken. Zo, dat zijn er een stuk meer. Als ik nu weer hierop klik, om de zoekopties weer te geven, heb ik de optie om van dit zoekopdracht een filter te maken. Zo kan ik er nu voor kiezen om alle berichten van de Volkskrant te markeren als gelezen. Ik kan er ook voor kiezen om ze in een apart mapje te plaatsen, bijvoorbeeld in het mapje Krant. Ik kan er ook voor kiezen om de berichten nooit te markeren als belangrijk. Het is immers maar nieuws. En als ik dan ook nog bezig ben, kan ik het ook zeggen dat dit in het kopje kader updates past. Of sociaal. Wat ik ook wil doen, is dit filter toepassen op alle overeenkomende e-mails. Dus alle mails die hier achter me staan, worden dan gefilterd op basis van deze setting. Dus alle berichten worden gemarkeerd als gelezen, komen in een mapje krant, worden nooit gemarkeerd als belangrijk en komen in de categorie sociaal. Ze komen nog wel in mijn inbox, want dat komt omdat ik deze optie niet heb aangevinkt. Wil ik de berichten helemaal niet meer zien, dus dat alleen nog maar in het mapje krant terechtkomt, dan vink ik ook deze optie in. Wees zuinig met deze instellingen, want het wil nog wel eens misgaan. Stel dat ik een aanmaning krijg van de Volkskrant via de mail, dan komt die nu ook in het mapje krant terecht. En dat willen we eigenlijk niet. Dus ga je wel voorzichtig mee om. Filter niet zomaar alle berichten. Maar voor dit soort dingen weet ik dat dat eigenlijk wel kan. En nu gaat Gmail aan de slag om al die berichten in een mapje krant te plaatsen. Als ik het mapje nu open, dan zie ik al mijn berichten van de Volkskrant hier staan. Wanneer ik terug ga naar mijn mailbox, is het al een stukje meer opgeruimd. En als we nu toch bezig zijn, ik erger me wel eens aan deze. Ik zie dat ik twee berichten heb in de spammap. Maar ja, wat moet ik daar nou mee? Ik ben niet degene die spam leest. En ik wil dat het weggegooid wordt. Dus ook daar kan ik een filter voor maken. Ik kan bijvoorbeeld schrijven in spam. Filter maken. En dan de optie markeren als gelezen toepassen. Wat ik dan doe is één keer per maand kijk ik in deze map of ik iets gemist heb. Maar dan zie ik hier niet meer telkens zo'n tweetje staan. Hij zegt dus niet meer dat ik ongelezen spamberichten heb. Het legt dus niet meer mijn aandacht hierop. En dat vind ik wel zo prettig. Het instellen van twee filters binnen Google is nu voltooid. Nu is het jouw moment om een filter toe te voegen. En nogmaals, wees er zuinig op, want het kan misgaan. Voor je het weet, vult hij een aanmaning en heb je problemen. Dus let er wel op als je een filter maakt.